Maar een van de belangrijkste personen bij heel dat team is natuurlijk zijn vriendin Barotti. En ik zou ook willen vragen aan Barotti om even tot bij ons op podium te komen, alsjeblieft. Want, dames en heren, Barotti heeft jullie nog iets te vertellen. Goedenavond allemaal. Ik ga mij heel eventjes tot Naomi wenden. Dag Naomi, goedenavond. Dag, hoe is het dat u hier bent? Goed, ik zie dat wij heel goed matchen. Ja, hè? Ja, prachtig, hè? Ja. En hoe heb je het hiertoe heel universe ervaren? Dat moment was ik wel emotioneel, omdat het een flashback was naar vroeger, van wat ik allemaal heb meegemaakt. En dat ik nu de kandidaten zie die zich 100% inzetten voor een doel. Een goed doel is het niet. Het mag zeker in 2019 geen goed doel meer zijn. Maar dat doet me heel veel plezier om het te zien. En wat vind je van onze kandidaten? Ik vind een heel sterke lichting dit jaar. Ik heb zelf eigenlijk geen favoriet. Ik heb een open mind gehad. Tot vandaag eigenlijk, ja. Zou ik nog niet weten, maar het is eigenlijk een heel sterke lichting. Ik doe het in naam van onze kandidaten, want die zijn druk bezig van achter, dus die hebben geen tijd. Ik zou heel graag even willen dat je misschien eventjes mee naar voren komt. Oké. En dat je naar het scherm kijkt. Want ze hebben voor u het filmpje gemaakt. Om u te bedanken. Hey iedereen, graag gewoon vanavond nog even iemand te bedanken. Vandaag, liefste Naomi, wil ik jou persoonlijk bedanken, omdat je steeds een goede steun en toegelaat bent geweest. Voor mij als voor de medekandidaten. Je hebt ons laten inzien dat wij een persoon zijn die er echt toe doen, maar je hebt ook ons leren lopen voor een catwalk. Niet alleen deed je alles met een glimlach, maar je hebt het ook met hart en ziel gevraagd. Vandaar, liefste Naomi, blijf alsjeblieft wie je bent, want je bent echt een tof vrouw. Hi Naomi! Ik wil je heel even bedanken voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Voor al de geduld en de steun gedurende de misverkiezing. Om ons alle kneepjes van het vak te leren. Dankjewel. Dag. Hey Naomi, ik wil je even bedanken voor de hele campagne met ons mee te werken. Je hebt ons veel deugd gedaan en je hebt ons veel geleerd. Een dikke merci daarvoor. Hey Naomi, ik wil je graag bedanken voor alles wat je voor ons hebt gedaan en dat je er altijd bent geweest voor ons en ons goed hebt geholpen. Vooral voor de mentale steun. Dus ik ben bedankt. Je bent een toppertje. Dames en heren, dit is nu een jaar voor een applaus alsjeblieft. Vooral zou ik wel heel in het top roken. Echt waar. En ja, dat hadden we dus verwacht dat ze die echt droog ging houden, dus... We moeten er een schoen in brengen? Nee, Naomi. Gaat dat lukken? Ja, maar ik heb juist een stapje ook gebruiken. Nee, ja, nee, dat gaan we niet doen. Hè. Ik wil even een moment nemen voor de kandidaten te bedanken. Ik heb dat met heel mijn hart gedaan. En ik vind mij ook heel veel plezier om te bedanken. En dat ze de rest nog mogen winnen. Ja, dat is een mooie gesprek. Om dus voor Naomi een klein beetje gaan komen, gaan wij natuurlijk ook verder gaan met alles het hele gebeuren.